Beste kijkers van Merwe TV, leuk dat u ook dit jaar weer van de partij bent. En natuurlijk namens iedereen van ons team de allerbeste wensen en alleen maar het goede voor 2014. En natuurlijk begint eigenlijk elk nieuwjaar met de traditionele nieuwjaarsrecepties. Met toespraak. En we zijn bij deze van burgemeester Van Hemmen. Kijkt u mee? Voor mij en mijn gezin was dit de eerste oud en nieuw die we mochten vieren als Sliedrechters. Als inwoners van Sliedrecht. En vanaf het allereerste moment zijn wij getroffen door de eigenheid, de betrokkenheid, de gezelligheid en de mentaliteit van de Sliedrechters. Inwoners, vrijwilligers, verenigingen, kerkgenootschappen, de mensen kennen elkaar en hebben wat voor elkaar over. En die instelling die levert in combinatie met de bereidheid om aan te pakken, ik zou het soms haast dadendrang durven noemen, levert veel moois op. En ik neem u in een vogelvlucht mee langs enkele resultaten die Sliedrecht de afgelopen periode heeft bereikt. In het oog springen alle bouwactiviteiten. U weet, we zitten nog steeds in een crisis, maar Sliedrecht bouwt door. Niet alleen nu, ook in de komende jaren. De nieuwe Bonkelaar is in aanbouw. In de Prikwaard wordt een brede school gebouwd. Er komt een nieuwe bibliotheek. De brede school Baanhoek West wordt in 2016 waarschijnlijk opgeleverd. En verder is op onderwijsgebied gelukkig het goed om te constateren dat het Griende College een stijgende lijn heeft gevonden. Samen met Sliedrecht Sport zijn plannen gemaakt voor een nieuwe sporthal aan de Benedenveer. In de laatste vergadering van 2013 heeft de Raad een heel belangrijk principebesluit genomen. En voor de zomer hoopt het college het definitieve besluit aan de Raad aan te bieden. En nu ik het toch over deze vereniging heb, de volleybalsters presteerden uitmuntend. Tot over de landsgrenzen. En ik heb begrepen dat we voor de triple gaan. De dames zijn hiermee een uitstekend ambassadeur voor ons dorp. In economische mindere tijden, zoals deze, proberen we waar mogelijk altijd ondernemers te ondersteunen. Zo gaan de ontwikkelingen rondom het plaatje en de bijbehorende impulsen voor de maritieme sector en de werkgelegenheid de goede kant op. De startersbeurs bijvoorbeeld geeft jongeren een steuntje in de rug richting werk en helpt bedrijven aan enthousiaste, jonge en energieke medewerkers. En ondernemers, ik wil u ook graag oproepen, maak daar gebruik van. Ook op het gebied van veiligheid bewijzen buurttoezicht, de samenwerkingsactie van de donkere dagen en buurtbestuurt hun waarde. Gelukkig heeft Sliedrecht op dit vlak een streepje voor op andere gemeenten. Want we zijn een veilige gemeente en dat zullen we ook zeker zo houden. Het gebrek aan een dragend sociaal netwerk is een van de grootste problemen van deze tijd. En betrokkenheid op elkaar willen we daarom graag stimuleren. Iedereen moet mee kunnen doen in Sliedrecht. En daarom vragen we u als bewoners van Sliedrecht, als ondernemers, als verenigingen en wat u ook met Sliedrecht te maken heeft, vragen we u meer verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar. En dat gebeurt in Sliedrecht. Kijk bijvoorbeeld naar de oprichting van Stichting Jeugd Actief en de in oprichting zijnde Stichting Dromen Zonder Beperking. Dat zijn ambitieuze stichtingen en die zijn helemaal van deze tijd. We helpen elkaar. En daardoor worden mensen minder afhankelijk van instellingen. En daarnaast zijn we als gemeente, wij zijn proefgemeente, blij dat we de inwoners die het nodig hebben in 2013 een extra steuntje in de rug kunnen geven middels een minimabeleid. En dan nu, dames en heren, wat gaat 2014 ons brengen? Voor Sliedrecht is 2014 een belangrijk jaar, een bijzonder jaar. In 1064 werd de naam van een ambacht Sliedrecht voor het eerst genoemd. In een charter van de bisschop van Utrecht van 2 mei 1064, plus of min een paar dagen, werd gesproken over item de ride jincta merweda oeske Sliedrecht. En dat betekent van de ride langs de Merwede tot Sliedrecht. En de ride was in die tijd een heerlijkheid ten oosten van Dordrecht. Sliedrecht zou overigens al ruim daarvoor, rond 1050, al een eigen kerk bezeten hebben. Maar we kunnen in ieder geval aannemen dat Sliedrecht in dit jaar, in het begin van de maand mei, 950 jaar bestaat. En dan vind ik het toch wel aardig om te stellen dat Mooi Sliedrecht daarmee bijna 200 jaar ouder is dan Mooi Rotterdam. Het is maar dat u het weet. Ik ben erg blij met het initiatief van de historische vereniging Sliedrecht om samen met de gemeenschappen van Sliedrecht een feest te gaan organiseren.
Een feest voor en door Sliedrechters. U hoort daar vast nog heel veel over. Maar een van de uitdagingen van 2014 is de overheveling van taken op het gebied van de jeugdzorg naar de gemeente. Dat is niet iets waar Sliedrecht alleen voor staat. Het is iets waar alle gemeenten in Nederland mee te maken hebben. En daarom is een gezamenlijke aanpak veel efficiënter en ook effectiever dan de individuele. De intergemeentelijke samenwerking loont. Tegelijkertijd worden de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een van de belangrijkste van de laatste decennia. De gemeente krijgt nieuwe verantwoordelijkheden waarmee mensen nog directer te maken krijgen. En een vitale democratie, een vitale lokale democratie, is een belangrijke voorwaarde voor succes. De mensen die u straks kiest in de raad bepalen straks voor u hoe de beperkte middelen en de grote taken ingevuld gaan worden. Langs de democratische zijlijn staan, dames en heren, is simpelweg geen optie meer. De raad en het bijbehorende college er in het komend jaar ook uit zal gaan zien, ze zal prioriteiten moeten stellen. Deze kaders zullen zorgen dat we meer scherpte in ons beleid hebben, een betere en herkenbaardere resultaten zullen boeken en de kwaliteit van Sliedrecht verhoogd zal worden. Maar dat vraagt uiteraard meer dan alleen een vierjaarlijkse verantwoording. Het nieuwe bestuur zal nog transparanter moeten worden dan voorheen. En als ik het over bestuur heb, heb ik het over gemeenteraad en college. Het zal nog duidelijker moeten maken waarom keuzes gemaakt moeten worden. Nog meer betrokkenheid van bewoners moeten toestaan en versterken in die keuzes. En we zullen moeten staan voor die keuzes. En wellicht denkt u nu onwillekeurig aan de inzet van social media gezien mijn reputatie. En uiteraard zal de inzet van nieuwe media daar een belangrijke bij zijn. En dat zal een rol moeten spelen. Maar als het daarbij zou blijven, dan zou ik dat persoonlijk veel te beperkt vinden. Als we meer van mensen vragen en als de overheid verder terugtreedt, dan zullen wij als overheid onszelf opnieuw moeten uitvinden. En dat gaat wat mij betreft veel verder dan een Twitter of een Facebook account. Dan, dames en heren. Wij wonen in de best beveiligde delta van de wereld. De dijken, de deltawerken, ruimte voor water. Onze kennis van waterveiligheid en de maritieme constructies is een belangrijk exportproduct geworden. Kijkt u maar wat de inzet van Nederlanders is in bijvoorbeeld Sint-Petersburg of New Orleans. We zijn ondertussen zo veilig geworden, en dat is eigenlijk wel weer een beetje de keerzijde ervan, dat we ons eigenlijk niet meer bewust zijn van de mogelijke risico's die we lopen. Wist u bijvoorbeeld dat als er een serieuze dijkdoorbraak ergens in ons dijkring is, dat er binnen een uur op sommige plekken in Sliedrecht zoveel water staat dat u uw auto niet meer kunt gebruiken? Ik wil u daarom vragen, denkt u eens na, wat zou er gebeuren op het moment dat er water in uw straten staat? Wat betekent dat voor uzelf, voor uw gezin? Wat zou u gaan doen? Om onze veiligheid ook in de toekomst te garanderen is in 2010 door het toenmalige kabinet de nieuwe Deltawet geïntroduceerd. Sindsdien wordt er intensief gewerkt aan het zogenaamde Delta-programma. Hierin worden risico's en mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Het is een ingrijpend programma, zeker voor Sliedrecht. Wij zijn namelijk relatief kwetsbaarder dan onze omgeving. Uit de eerste onderzoeken is namelijk gebleken dat onze dijken in het jaar 2100, natuurlijk, dat is nog 86 jaar van nu, maar dat we gemiddeld een meter te laag zullen zijn. En dat is meer dan in andere gemeenten het geval is. Dat is wat mij betreft zeker geen reden tot paniek. Op dit moment zijn we veilig. Maar ook onze dijken zullen op termijn verhoogd moeten worden. Later dit jaar krijgt het kabinet, rond Prinsjesdag als ik het goed begrepen heb, de adviezen van de Delta-commissaris in handen en zal daarna de nodige keuzes gaan maken en de vervolgstappen zetten. Welke keuzes dit gaan worden, dat kan ik u nog niet vertellen. Maar wat ik u wel kan vertellen is dat dit onderwerp de komende jaren de landelijke, de regionale en dus ook de Sliedrechtse agenda zal gaan bepalen. Dames en heren, 2013 was een indrukwekkend jaar voor mij in Sliedrecht. Maar het was ook een mooi jaar. Een jaar waarin samenleven, samenbouwen en samenwerken centraal stond. En het riep bij mij en mijn gezin warme gevoelens op. En met dat gevoel wil ik u nogmaals een goed, een gelukkig, een gezond en een gezegend 2014 toewensen. Dank u wel.
De burgemeester heeft gesproken en hij wenst u en jou het allerbeste toe voor het komende jaar. Maar wat wensen wij de burgemeester nou toe? Ik zou de burgemeester willen toewensen dat hij een beetje minder moralistisch is. En dat hij de jeugd een beetje een kans geeft. En ik vind zijn mening over volksgezondheid, dus koffieshop en alcohol en drugs ten opzichte van de 16-jarigen, vind ik, nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik heb daar geen last van, maar ik gun de jeugd plezier en lol. Nou, ik zou hem een heel fijn jaar wensen in Sliedrecht sowieso. Het goede met zijn gezin en zijn kinderen. En dat hij zijn eigen helemaal lekker thuis vindt in Sliedrecht. Dat lijkt me heerlijk. Dus ik vind het een fijne gemeente, leuk dorp. En dat hij zijn eigen lekker gewaardeerd voelt, wat het werk wat hij doet. Nou, als ik mag reageren op de toespraak van de burgemeester van Hemmen, dan zou ik hem als bestuurder willen vragen om in het kader van de besluitvorming om de bezuinigingen van de brandvereniging daar een goed en wijs besluit in te nemen. De burgemeester heeft net zijn toespraak gehouden. Ja. En die wenst iedereen eigenlijk alleen maar het goede toe voor 2014. Maar als je naar de burgemeester wat toe mag wensen, wat zou je hem dan willen zeggen? Veel geluk en succes in Sliedrecht. Ja, kort maar krachtig. Ja, zo'n beetje een cliché-achtig antwoord natuurlijk. Veel wijsheid, denk ik. Want ik denk dat 2014 niet eenvoudig wordt voor ons allen. Ook in het verenigingsleven niet, zakelijk, maatschappelijk. Ik denk dat het moeilijk wordt. Dus ja, daar wens ik hem eigenlijk veel wijsheid in toe. Dat hij dat een beetje kan. Dat hij daar de juiste beslissingen in neemt. Heel veel wijsheid. Zoveel wijsheid dat hij Sliedrecht nog steeds door de crisis heen gaat trekken. En dat hij Sliedrecht niet saaier gaat maken als dat het al is. Ik zou het bijna tegen hem durven te zeggen. Of willen zeggen van gedoog de wet een beetje, ziet een beetje door de vingers en gun de jeugd gewoon het drankje waar ze makkelijk kunnen hebben, waar ze recht op hebben. Ik wens allereerst de burgemeester ook een gelukkig nieuwjaar toe natuurlijk en het allerbeste voor 2014, omdat hij nog lang onze burgervader mag zijn hier. Nou, eigenlijk hetzelfde, maar kijk, hij heeft aangegeven dat Sliedrecht 915 jaar bestaat. Kijk, en nou hoop ik dat hij zelf ook genoeg energie zal hebben om de gemeente te activeren om 915 jaar Sliedrecht met z'n allen lekker breed te vieren. Zo, punt. Klaar. Dit was hem. De nieuwjaarsreceptie vanuit Sliedrecht. Ik hoop dat u het leuk vond om naar te kijken. En graag tot de volgende uitzending van Actueel. Dag!